Goedemorgen en leuk dat je weer naar een nieuwe vlog kijkt. Ik ga deze week voor het eerst filmen met een nieuwe camera. Dus als het af en toe totaal overbelicht is of juist helemaal niet, dan weet je waar het door komt. Maar goed, ik heb deze camera nu al een paar weken in huis en ik moet er een keer mee gaan beginnen te filmen. Dus ik dacht, ik ga dat gewoon nu doen. Dus ik ga snel naar het kantoor. Het is vrijdag, er komt weer een nieuwe week aan en ik heb er zoveel zin in. Vrijdag, lunchtime at the office en we hebben echt zoveel sushi besteld, lekker bij Foodora. Oh. Bij een nieuw sushi tentje, waar ik eigenlijk nog niet vaak heb besteld, of tenminste is het niet nieuw, maar Asian King. Dus ik hoop dat het lekker is. Shit, we hebben echt superveel. Maar goed, dan kan René er nog even een keer van eten vanavond. Vrijdagavond. We gaan lekker bij Asachi eten. Italiaans restaurant. Ik kwam daar vroeger heel vaak. En we waren nu eigenlijk gewoon een aantal dingen aan het proberen. En alles was vol. Dus we gaan lekker daarheen. Ik heb er echt heel veel zin in. Want ik ben er al heel erg lang niet geweest. Kijk, dit is hem. Mijn nieuwe fiets. Yay. Zo tof. Eindelijk, na weken koos fietsloos te zijn, ga ik vandaag mijn nieuwe fiets ophalen. Heel erg tof. Hij is zo mooi geworden. En hij is van Lekkerbikes. Een Amsterdams merk, wat ook in Australië verkocht wordt. En echt super cool. Ze gaan ook boten maken nu. Dat is echt helemaal te gek. Ze zitten op de oude schans. Kijk. Len heeft ook gelijk een mooi fietsje gespot. Oh, en dit is dus mijn fiets, helemaal klaar. Oh, hij is zo mooi. Kijk hoe cool. We zijn even bij de Bijenkorf, want Lennart moest iets ruilen wat hij voor zijn moeder had gekocht. En toen viel mijn oog op een van die nieuwe bedeltjes. En ik ben voor deze gegaan. Hij is echt zo tof. Een palmboompje. En van Tiffany's gaan we zo naar de kroeg. En we zijn even bij Van Zuylen. Echt classic kroeg. Kwam ik vroeger al toen ik studeerde. Lekker biertje. En natuurlijk wat bittersnacks. Het is alweer maandag. Echt bizar hoe snel alles gaat. En ik ben de afgelopen paar dagen eigenlijk mega druk aan het werk geweest. Want ik ga morgen weer op reis. Ik ga lekker nog een paar dagen skiën in Frankrijk. Ja, weet je, dat kan natuurlijk allemaal. Maar dat betekent wel dat ik dan door de week even echt 3 keer zo hard moet werken ongeveer. Dus ik heb net een heel zielig bakje lasagne opgewarmd in de magnetron hier op kantoor. Oh my god. En zoals je ziet hierachter is het ook echt een puinhoop. Maar er zijn wel weer hele coole dingen online gekomen. Namelijk een super uitgebreide guide voor Yogyakarta. Dus mocht je plannen hebben om richting Indonesië te gaan en misschien wel naar Java, zeker even checken. En ik ben net bezig met allemaal nieuwe vlogs die er weer deze week live gaan met allemaal toffe dingen in Amsterdam. Dus ja, houd je van de straat, zou ik maar zeggen. En ja, morgen moet ik dus al om 4:15 ochtends op Schiphol zijn. Wow. Good morning. Het is mega vroeg. Ik ben op Schiphol, want ik ga skiën in Lemonnière. Dus we gaan zo boarden. We vliegen met EasyJet. En dan sta ik vanmiddag gewoon alweer op de piste. Hoe fijn is dat? Ik heb er echt heel veel zin in. Lunchtime. Ik heb mijn skikleding al aan. Hierna gaan we direct skiën. En het is wel heel erg leuk, want je zit hier dus direct in het dorpje waar de piste uitkomt. Dus je kan eigenlijk zo vanuit je huisje of vanuit je hotel gaan skiën. Het is nu wel eind maart, dus er ligt alleen een beetje weinig sneeuw meer. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Het is wel heel mooi. En je zit dus echt heel hoog en tussen de bergen in direct. We'll be right back.
gaan vanavond eten bij Chez Pepe Nicolas. Volgens mij is het heel knus binnen. Hey! Het zonnetje begint al door te breken. En dit is de plek waar we gaan lunchen straks. Heerlijk. Het zonnetje is gewoon echt zo fel. Ik kan bijna niet in de camera kijken. Dit is echt genieten. Kijk hoe lekker. Steak tartare. Salade erbij. Ik ben happy. Een van de pluspunten van in Frankrijk skiën. Je kunt dus alles eten wat je in Parijs eet. Zoals crêpe au sucre. Hoe lekker is dat? Vanmorgen lekker geskiet en ik ga nu even in het dorpje kijken. Het is namelijk opgebouwd uit verschillende wijken hier. En iedere wijk heeft weer een beetje zijn eigen karakter. Het is wel echt allemaal heel knus en cute, om het zo te zeggen. De regio staat bekend om de kaas. Dus als je hier bent, dan kan je eigenlijk niet weggaan zonder, in ieder geval als je in een appartement logeert of zo, lekkere kazen en lekker vlees te halen bij een slagertje. Oké, dit gaan we straks doen. Ik ben benieuwd. Een soort rodelbaan, maar dan anders. Chocomel was lekker. En we gaan zo meteen in de Speed Mountain die ik net gefilmd heb. Ga je heel langzaam omhoog en kijk naar beneden. Ik ga het filmen met de GoPro, dus ik hoop dat dat goed gaat. En ja, ga je meegenieten. Oké, ja, ja, ja. All right. See you in a bit. We hebben het verdiend. Lekker geskiet net en nu pizza eten bij restaurant Marmite. Hallo, hallo. Het was vandaag echt onverwacht zo'n mooie dag. Echt heerlijk weer. Super fijn geskiet. Het ging later wel sneeuwen, maar goed, mocht de pret niet drukken. En we gaan straks eten, onwijs tof, in een yurt. In ieder geval in zo'n ronde tent, zo'n beetje zo'n tent uit Mongolië. En dan gaan we volgens mij lekker kaas fonduen. Happy kid, ik ben heel blij om hier te zijn. Dit is het hotel waar we zitten. Echt super gezellig als je hier even na het skiën een drankje wil doen. En ze hebben hem nu helaas niet aan, maar hier is dus een mega grote open haard. Die ze normaal gesproken aansteken. En het is wel echt heel gezellig als je hier gewoon even iets gaat zitten drinken. Dit is wel echt heel erg leuk. We gaan dus met de slee naar de yurt. Dit is dus de yurt waar we gaan eten. Superleuk. En dan zit je dus volgens mij gewoon allemaal aan tafels. Knus. Kijk nou hoe gezellig dat open haartje. Dag mooie bergen. See you next year. Good morning. Gisteravond dus heerlijk gegeten in een yurt. Echt, het was zo leuk. En we gingen daar dus met de sneeuwscooter heen. Echt. Oh, als je hier bent in Lemonnière, dan moet je echt dat zeker gaan doen. Het is alweer het einde van deze vlog, dus ik zou zeggen thanks voor het kijken. Vond je het leuk om te kijken? Thumbs up. Laat me ook zeker weten in een comment wat je ervan vond. En wat je graag zou willen zien op yourlbb.tv. En dan zie ik je volgende week.